Het Nationaal Archief Suriname, NAS, heeft vanmorgen de tentoonstelling Samen staan we sterk geopend. De tentoonstelling is een overzicht van de geschiedenis van het Surinaamse volk. Directeur Rita Chingfu Harjo Muhammad zegt dat het NAS een grote collectie aan geschiedenismateriaal heeft dat het wil delen met de gemeenschap. Ze wijst erop dat de verhalen van sterke mannen en vrouwen niet terug te vinden zijn in de geschiedenisboeken. Anderzijds zijn er genoeg van deze verhalen uit bekende buurten zoals Frimangrong, Koffie Jompo en Kwarasang. Volgens Chingfu is het nu tijd dat deze verhalen worden verteld. Met deze tentoonstelling streven we als NAS om de geschiedenis van buurten, van personen voor het voetlicht te brengen. En eigenlijk aantonen dat zij die waardering verdienen. Toch? Om ook hun verhalen aan het licht te brengen. We doen dit ook om de jongeren, zoals jullie leerlingen van de Poolschool, te laten zien dat ondanks onze herkomst, want onze voorouders hun roots liggen allemaal in Afrika, Azië, Europa en andere delen van de wereld, wij zijn verbonden aan elkaar door ons gemeenschappelijk verleden. Ondanks onze kleur, zijn wit, bruin en noem maar op, verschillende schakeringen. Dat is juist rijk, die rijke diversiteit. Dat moeten wij koesteren en behouden. En wij willen als Nationaal Archief jullie interesseren om op zoek te gaan naar jullie eigen geschiedenis. Want dat is belangrijk. Die waarde en die identiteit van jullie, die moeten jullie eigenlijk koesteren. Sonja Kuip van de Nederlandse ambassade zegt dat de titel van deze tentoonstelling helemaal past binnen de samenwerking tussen de Surinaamse en de Nederlandse overheid. Maar meer nog tussen het Nationaal Archief Suriname en het Nationaal Archief Nederland. Ik wil ook graag aanhalen dat het Nationaal Archief Suriname met regelmaat gelegenheid biedt aan wetenschappers, schrijvers, journalisten uit Nederland om door middel van lezingen en presentaties nieuwe inzichten binnen hun vakgebied te delen. Dat geldt ook voor Nederlandse kennisinstituten zoals de samenwerking met het Instituut Beeld en Geluid. Afgelopen vrijdag vond in dit gebouw de presentatie plaats van een mini-documentaire serie getiteld Wikondre, Ons Land, en in deze serie belicht de maker hoe het verleden doorwerkt in het heden en hoe er in het dagelijks leven nog sporen te vinden zijn van ons gezamenlijk verleden. Minister Bronte Sommelhaardjo van Binnenlandse Zaken zegt dat het in deze moeilijke tijden Suriname samen sterk moet staan. Dit was al nodig in het verleden, maar volgens de bewindsman moet het nu nog meer en in de toekomst. Hij wijst daarop dat deze tentoonstelling de komst van onze voorouders en de strijd die gevoerd is, belicht. De informatie die in de archieven voorkomt is waardevol en uniek. Deze informatie zal er uiteindelijk ertoe moeten leiden dat wij in Suriname onze geschiedenis moeten kunnen herschrijven om het verhaal van de strijd van het Surinaamse volk te kunnen belichten en tot zijn recht te laten komen. Degene die toen herrieschopper en onrustzaaier werden genoemd door de koloniale machthebbers zijn juist de helden die verandering teweeg hebben gebracht aan een onhoudbare situatie. Minister Sommelhaardjo roept een ieder op, met name scholen, om gebruik te maken van de belangrijke archiefstukken. De bewindsman gelooft dat hiermee de Surinaamse geschiedenis beter bekend zal worden bij vooral de jongere generatie.